De overheid heeft haast om het land en het volk uit de crisis te halen. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag aan in een persconferentie over de stand van zaken rond de crisisbeheersing. De president wijst erop dat het volk haast heeft om uit deze situatie te geraken. Daarom wil de regering het pakket aan maatregelen om onze financiële huishouden weer gezond te maken zo snel als mogelijk doorvoeren. Echter kan dat pas na advies van haar sociale partners. Santokhi zegt dat de Sociaal-Economische Raad, Ravaksuur en de Vereniging van Economisten in Suriname meer tijd hebben gevraagd om hun advies uit te brengen. Wij als regering hebben haast. Waarom hebben we haast? Omdat het volk haast heeft. Het volk wil zo snel mogelijk uit de crisis. Het volk is ongeduldig. En dat oefent druk uit op de regering. En wij als regering hebben ons huiswerk gemaakt. Dag en nacht hebben we gewerkt. En nu willen we de maatregelen goed voorbereid, in goed overleg, op basis van een goede tijdlijn, integraal, coherent, gaan uitvoeren. En dat overleg kost ja, veel tijd. Maar we gaan die tijd nemen. Alleen gaan we een beroep blijven doen op onze partners, sociale partners, om ook rekening te houden met de druk van de samenleving. We willen de economie herstellen. We willen dat het volk zo snel mogelijk uit de armoede komt. Uit die druk, de sociaal-maatschappelijke druk, de financiële druk. Het staatshoofd haalt verder aan dat de regering niet alleen in overleg zal blijven met haar sociale partners voor implementatie van de maatregelen, maar ook wanneer deze maatregelen geïmplementeerd worden. Zo zal de regering volgens Santokhi ook haar eerste bevindingen presenteren aan haar sociale partners over het beleid dat zij wenst te voeren met betrekking tot de EBS-tarieven. We hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om alvast onze eerste exercities te presenteren aan Ravaksuur over het beleid wat de regering wenst te voeren met betrekking tot EBS, met name naar de EBS-tarieven. Dat gaan we ook doen voor de SER, zodat we een goede understanding hebben. En dat we weten dat als we achter die maatregelen staan, dat het één, draaglijk is, redelijk is, billig is, uitvoerbaar is. En dat we daarmee een bijdrage leveren aan het geleidelijk afbouw van de subsidie bij EBS. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak vandaag tijdens een persconferentie van de regering over de laatste stand van zaken met betrekking tot de crisisbeheersing.